Ja, het is gezellig in de Black Box Studio en we gaan vandaag een experiment doen. De allereerste Black Box Late Night Show met een superleuk gezelschap. Mijn WhatsApp-vrienden waarmee ik het hele jaar al door de crisis heen ben geploegd om te kunnen begrijpen wat er allemaal gebeurt. En we doen vanavond wat leuks. We doen een top 10, de meest bizarre momenten van 2020. Dat zijn er een hoop. Maar we hebben een top 10 voor jullie gemaakt. We doen een leuke quiz en we hebben een hoop funny video's. Maar we gaan vooral heel erg gezellig doen met een wijntje erbij, oliebolletjes erbij. Dus geniet van de eerste Black Box Late Night. Ja, mannen en dames, gezellig dat jullie er zijn. We hebben de afgelopen maanden heel veel contact gehad via de telefoon, via WhatsApp en Signal en Telegram. We zijn ook een beetje van WhatsApp afgevlucht bijna, zou ik willen zeggen. Stefan, jij bent al bij Black Box, heb je al een debuutje gehad, hè? Met de bekende Ier. Ivan Cummins. Wij gaan even een voorstelrondje doen voor de mensen thuis, want ik ken deze mensen natuurlijk hartstikke goed. Stefan, even bij jou. Jij hebt ook al wat bijzondere uitstapjes gedaan, onder andere in de politiek. Daar hebben we ook een fragmentje van. Eerst even een verzoekje of de telefoons misschien uit kunnen. Voor mensen... Deze mag wel? Ja, die mag wel. Welkom vandaag hier, ook op deze plek. Welkom bij deze bijzondere gelegenheid. De oprichting van de nieuwe Nederlandse politieke partij. Ja, het is een hele knappe vent, maar hij heeft al een vriendin, Stefan. maar je hebt bij VSN het een en ander gedaan. Ben je nog actief betrokken bij deze club? Ja, ik ben er nog actief bij betrokken, maar wel wat meer vanuit de zijlijn. En dat bevalt me eigenlijk ook heel goed. Jij hebt hier Bas ook al eens een keer... Bas Filippini, de lijsttrekker, hè? Aan de tafel gehad. Hij en Anna zijn meer het gezicht. En vanuit een wat onzichtbare rol hou ik me bezig met strategie en campagne. Dat soort dingen, dat valt goed, dat is leuk. Want dat is eigenlijk jouw vak. Jij zit in de strategische zaken, toch? Strategische zaken, nou ja, ik kom eigenlijk uit marketing, branding en dan in het gebied van vastgoed. Ja. Dus werk veel voor gemeentes, vastgoedontwikkelaars, Zuidas-achtige mensen. Dus een beetje, nou, in die range. Hartstikke leuk. Applausje voor Stefan Noordhoek. Wendy, ik zie een hele mooie bolle buik. Je bent zwanger. Want het zal geen grapje zijn, neem ik aan, hè? Nee, dit is geen grapje. Het is geen april. Ik ben in begin februari ben ik uitgeteld. Ik verwacht een meisje. Proficiat. Ja, dankjewel. En ik heb jou in het begin van het jaar wel eens geïnterviewd, hè, als het bloemenmeisje. Ook daar hebben we een fragment van. Boom, vol op de buik, Wendy. Was jij toen al zwanger? Ja, 3 weken. Zo. Ja, dan ik heb het ook nog nagevraagd. Van, kan dat nog kwaad? Maar dan is het nog zo pril dat het eigenlijk geen kwaad kan. Maar ik ben er wel toen heel erg van geschrokken. Waardoor ik me daarna wel ben natuurlijk gaan demonstreren. En ik heb me ook wel laten horen. Maar ik heb wat meer de veiligheid in acht genomen. Dan was er wel van geschrokken. Ja, Wendy, voordat mensen denken dat je een hooligan bent, want je bent omringd door allerlei figuren met tattoos. Jij bent een psycholoog, hoog opgeleid en jij was daar voor de goede zaak, hè? Ja, ja, de eerste demonstratie was dat van viruswaarheid. En hun boodschap, die sprak mij erg aan. Zij gaven aan dat ze de maatregelen niet in proportie vonden. En niet in verhouding vonden staan tot wat er werkelijk gaande was. En daar kon ik me goed in vinden. Daar kan ik me nog steeds goed in vinden. Dus vandaar dat ik daar toen was. Ja, en je had toen ook net als die pop, had je van die mondkapjes om je buste heen. Die pop staat er dus ook niet helemaal voor niks. Ik vind het een heel mooi symbool voor de ridicule toestand in het land. Guido, jij kan je ook vinden in het feit dat de maatregelen disproportioneel zijn. En druk ik me volgens mij lichtjes uit, want ik heb jouw appjes de afgelopen maanden mogen volgen. Ja. Vertel eens even kort wie je bent, wat je doet. Ik ben Guido Versteeg, ik ben 47 jaar, getrouwd en 2 kinderen. En ik heb een eigen softwareonderneming. Dus we werken onder andere voor zorg, dus ik heb ook vrij veel contact met mensen in de zorg en in ziekenhuizen. En ik vond eigenlijk vanaf het begin af aan al de maatregelen vrij zwaar voor wat er op ons afkwam. Ook al weet je in het begin nog niet wat dat precies is. Maar al vrij snel werd duidelijk dat de maatregelen disproportioneel en af en toe op het absurde af. En daar zullen we ook wel dingen van terugzien zo meteen. Maar
En toen ben ik me gaan verdiepen van wat speelt er en waar kijken we eigenlijk naar. Wat zijn de feiten en past dat bij wat de regering aan beleid heeft uitgestippeld. Dus, en probeer eigenlijk zoveel mogelijk feiten op feiten gebaseerde meningen ook te delen. Op Facebook vooral. Ja, we worden veel te serieus. Het moet gezellig worden. Dus we gaan meteen kijken naar het eerste fragment. We missen trouwens van ons WhatsApp-groepje missen we twee mensen. Leon en Arie. Ja. Die hadden hier ook moeten zijn. Maar goed, niet altijd kan dat. We gaan kijken naar een leuk fragmentje van iemand die wereldberoemd in Nederland is geworden. Tisjeboy Jay. Was ze griep eigenlijk? Was dat niet gebeurd? Is hij ook weg? Mogen wij ook nog gewoon ziek worden zoals we dat altijd doen rond september, oktober, november? Als het wat kouder wordt, dan werden we normaal gesproken, werden we dan ziek. En dat was normaal gesproken, was het ook gewoon helemaal toppie, helemaal oké. Okay. Mogen we nog ziek zijn of is het nu klaar? Er is nu een taboe op Hachu. 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 Een taboe. Nigel Sean, ja, ik kende jullie deze gast. Ik heb hem ontdekt op YouTube. Maar hij maakt alleen maar van dit soort hele gave videootjes. Zo zijn er allemaal pareltjes de afgelopen maanden naar boven gekomen. Hè? Dat is geweldig. Nou, ik ken hem niet. Jij liet hem zien. Ik vond het echt, het is briljant. Die Tisjeboy Jay, die is de ontdekking bekender. Een beetje. Ik heb het met name over deze componist. Hè? Nigel Sean heet hij. En hij maakt van die hele grappige 1-minuut clipjes. We gaan er dadelijk nog een paar laten zien. Nigel, ik heb jou ook al een paar keer proberen te bereiken, maar je hebt niet gereageerd. Maar we gaan je vanavond beroemd maken. hij is geniaal. Dus ze komen nog een keer terug. Maar we gaan het vooral hebben over die top 10, hè, vanavond. Ik vind de tekst ook erg goed van hem. Want hij zegt van, ja, waar is de griep gebleven eigenlijk? Want dat was natuurlijk wel eigenlijk wereldnieuws. En daar hoor je helemaal dan niks over. Veel in de media. Dat er 400 nog wat mensen zijn bezweken aan de griep. En in andere jaren zijn er duizenden. Dus ja, hij pakt dat heel mooi uit, hoe bizar dat is. Ja, ik vind het echt leuk, ook de manier waarop hij die dingen aan elkaar knipt. Met goede muziek, leuke beat en super gaaf. Guido, jij kan schaken, hè? Want ik heb hier een schaakbordje neergezet. En we doen tussendoor nog even een paar zetjes. Okay. Kijken of ik jou kan verslaan vanavond. Dat zwart dan opent is wel al meteen. De logica dit jaar is ver te zoeken, dus dan past wel. We gaan gewoon weer zwart. Oh, je doet gewoon hetzelfde wat ik deed. Ja, dat is een opening zetten. Ja. Dan kan er van alles gebeuren. Ja, we zien dit eigenlijk een beetje als het schaakbord van het geopolitieke gebeuren. Dus ben je benieuwd volgt. Wat hier uitkomt. Ja. En je ziet dat mensen volgen. Volgers, heel belangrijk. We gaan vanavond dus de top 10 met de meest bizarre momenten van 2020 behandelen. Ook dus een quiz met 4 leuke vragen. Maar zullen we gewoon van die top 10 de nummer 10 maar eens laten zien aan Nederland? Yes. Ik ben benieuwd. We staan net ruzie te maken. Er is iemand die neemt gewoon alle wc-papier mee. Gewoon 16 pakken met rollen. Dat is ook het enige waar iemand mee naar buiten komt. Ik vind het complete hysterie. Ja, goedemiddag. Deze vooral die hamsters, die bang zijn dus de kont niet meer kunnen afwegen het weekend. Vanwege het coronavirus. Ik denk dat we nog genoeg hebben. Ik denk het. Pakhuizen voor. Oh, mensen. Hey, collega's. Denken jullie dat wc-papier opgaat? Oh, heerlijk. Denk jij dat er binnenkort geen wc-papier meer is? We hebben genoeg mensen. We hebben meer dan genoeg. Ja, prachtig. Ja, jammer dat we die gast niet vanavond erbij hebben. Maar hier begon het eigenlijk, de absurditeit. Dat je zag dat mensen hun verstand begonnen te verliezen. Hè? Ja. Wc-rol, hè? Ja, de logica is ook niet te zoeken, nergens te vinden.
Het was natuurlijk wel heel belangrijk. Hè? Je moet het niet onderschatten. Natuurlijk. Ja, nee, maar ik bedoel, je moet je even inleven. Ja, ik snap het wel. Als je zo'n pandemie op je af ziet komen, dat je denkt, ja, toch schrikken. Wat is toch het meest essentieel? Ja, ik vind het als nummer 10. Ik hoop dat je wat beters hebt. Want dit is gewoon heel begrijpelijk. Weinig absurds aan. Bijna. Dit is eigenlijk wel heel logisch. Ja. Vrij logisch. Ja. 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 Ik zou iedere blik toch groente maar. Ja, daar kan ik helaas niks over zeggen. Ik heb daar in ieder geval geen actieve herinnering aan, denk ik. Hebben jullie ooit paniek gevoeld in deze crisis? Dat je dacht van, oeh, wat gaat er gebeuren? Dit is eng. Op dit niveau niet. Nee. Nee, maar even serieus. Gewoon dat je echt dacht van, het is misschien wel heel erg in het begin. Dat je dacht van, dit is een ernstig virus, dat gaat dadelijk de bevolking wegvaren. Nou, ik had het heel even in het begin, toen die IC-bedden zo opliepen. Dat ik dacht, stel je voor dat we inderdaad zometeen niet genoeg bedden hebben. Dat was wel even een momentje. En toen gingen we opschalen naar 2.500, geloof ik. En we zaten toen op rond de 2.000. Dat ik dacht van, dat wordt nog wel even spannend. Ja. Ja, en je hebt nu een kindje, dus ik neem aan dat je nu nog meer verantwoordelijkheidsgevoel door je aderen hebt stromen. Speelt dat dan een rol? Ben je nog steeds die nuchtere Wendy die zegt van, nou, het valt allemaal wel mee. Wanneer was ze precies een nuchtere Wendy? Nee, toen ze stond te demonstreren met bloemetjes. Toen ze die knuppel in. Ja, nee, dan weet ik even wie je bedoelt. Ja. Nou ja, ik wil heel graag een betere wereld voor mijzelf, maar natuurlijk dus ook voor de generatie na mij. Ja. Dus dat is wel iets waarvoor ik op de barricade zal blijven staan. Dat gaat niet veranderen. Heal the world. Yes. Ja, nou ja, wel voor onze kinderen en kleinkinderen, denk ik dat wij hier wel actief. Dus ik neem aan dat je blij bent dat je daar in februari meteen het babytje kan laten vaccineren. Ja, dat is waar we allemaal ontzettend naar uitkijken, hè? Terug naar normaal. De stip op de horizon, ja, toch? Ja, precies. Daar koeien ze wel. Jij kent teksten. Nee, ik had het ook. Zeker niet paniek over jouw vraag, maar ik was rond de tijd dat het een beetje begon net in Marokko. Met mijn vriendin, toen dacht ik, nou, gaan we nog weg of niet? Wat is de kans dat Marokko het luchtruim sluit met Nederland? Of dat eigenlijk Nederland andersom het luchtruim sluit met Marokko? De kans is nul. Marokko is hartstikke gezond, was niemand. En toen was het daar gedoe. We kwamen net aan en toen sloot Marokko het luchtruim. En we zaten in de Medina van Marrakesh. Het hadden we zoiets, dat voelde toch met alle beetje onzekerheid op dat moment wel een relax. Ik denk, nou, wil ik hier in deze plek, een beetje middeleeuws-achtig, zijn als de pest uitbreekt? Dat voelde even onheimisch. Maar geen paniek, maar wel even zorgelijk toen. Ja, ik ga jou aanvallen, Guido. Ik zet eventjes een hele strategische zet hier. Eat your heart out. Ja, altijd gevaarlijk die lopen. Ja. Ik ga jou eens eventjes... Ja. Nou, dan ga ik eens even goed over nadenken met de deskundige wat ik hiermee ga doen. Dit is wel een pittige. Hey, we gaan weer wat humor erin gooien, want Nigel Sean, we noemden hem al. Hij heeft heel wat gave clipjes gemaakt. En dit is ook echt een momentum. Alleen samen krijgen wij de overheid onder controle. Ik doe niet meer mee. Vrienden, ik doe niet meer mee. Maar ik heb ook heel erg veel respect voor mensen die zonder geld thuis zitten. Ik doe niet meer mee. Free the people. Ja, applausje voor Nigel Sean. En voor Famke, die hier toch wel de nek uitstak. Ja. Ja. Het is niet helemaal handig. Het is ook jammer dat ze uiteindelijk de keutel introk. Maar ik vond wel moedig wat ze deed. Zeker moedig. En niet alleen zij. Er waren een heel stel BN'ers die zich op dat moment uitspraken. Maar die kregen zoveel shit eigenlijk over zich heen. Ja. En dat... waardoor ze zich eigenlijk weer terugtrokken. Ja.
Vonden jullie het niet laf dat zij geslachtofferd moest worden eigenlijk? Hè? Want zij was de minst verbale van het... Zou ik precies zeggen. Ja, het is als je dat bedenkt en je had genoeg slagkracht en organisatiekracht gehad, had je natuurlijk anders geregeld. Dat je zegt, nee, Vanke komt niet. En je regelt daar iemand anders die wel mondig is. Ja, ze was net geswitcht van manager geloof ik. Maar dan nog dat de media voor haar koos was ook een beetje... Ja. Makkelijk. Ik had echt wel medelijden met haar. Ja, maar we zijn natuurlijk voor de top 10 bizarre tijden en bizarre momenten. Dus eigenlijk is het ook wel weer heel leuk. Dus het is in de battle natuurlijk wel interessant dat toen meteen eigenlijk de krachten wel even waren gezet. Van oké, is er iemand met een tegenkracht? Wordt die meteen van het bord geveegd? Zetten we wel even de boel op scherp misschien. Ja, nou dan ga ik denk ik gewoon weer een zetje doen. Kijk. Kijk, boem. Kost je een loper. Ik zie het. Ja, dat... De vraag is, het is spannende. Ga je iets opofferen om mij daarna om de oren te slaan? Ja. Of heb je... strategie? Niet goed over nagedacht. Ja, ik ga toch jouw lopen slaan. Ja, dat slaat. Je moet af en toe iets offeren om er wat voor terug te krijgen. Ja. We gaan naar de nummer 9 van de 10 meest bizarre momenten van 2020. Hydroxychloroquine. dat is echt een pak zelfvermoord. Die gaan we niet doen. Onder verwijzing naar datgene wat ik er ook heb gezegd in de eerste termijn. Voorzitter, daarmee ben ik door de moties heen. Hydroxychloroquine in het Engels, hè? Mm-hmm. Ja. Wow. Wat roept dit op? Onze Pabo, volksminister van Gezondheid, die daar de tropenarts Rob Elens even op zijn nummer probeert te zetten. Ja, bizar. Dus hij moet er echt bij, dit fragment. Het is niet alleen Rob Elens, het is natuurlijk DJ Raoul in Frankrijk, die dit als eerste vrij goed heeft onderzocht. En het is een man met een centrum, ik heb daar een video van gezien, een centrum waar het UMC 3 keer in past, zeg maar, ongeveer. Waar gigantisch veel mensen werken. Deze man heeft een track record, dat is echt ongelooflijk. En wordt vervolgens als een soort panoramix weggezet, die met een toverdrankje iets in elkaar vreubelt. Ja, en dan krijg je iemand die dat dan ook op zo'n manier uitspreekt, met zo'n dédain. Ja, daar, en ondertussen heeft hij ongelijk gekregen. Hè? Ja, maar het Isala ziekenhuis had een goede score, hè? Ja. Ja, niet alleen het Isala ziekenhuis, maar ook, hè, in Nederland dus. En de teller staat nu op meer dan 200 studies. Waarvan uit mijn hoofd 164 peer-reviewed, die allemaal min of meer positieve resultaten laten zien. En als er met zo'n dédain wordt uitgesproken, het is een Engels, bizar moment. Bizar. Op zijn Engels, hè? Hydroxychloroquine. Ja, maar dat is bijna ridiculiserend, hè? Alsof hij dat een beetje een soort van onnozel woord vindt. Hè? Ja. Ja. Ja, het is, ik vind het aan alle kanten pijnlijk. Het is bizar pijnlijk. Het stomme is, niet alleen is het dédain voor de artsen die daar werken. Het is natuurlijk heel essentieel een hele interessante mogelijke oplossing voor een probleem wat we met z'n allen super groot kennelijk vinden. Ja. En het is raar om je daarbij dan voor te stellen dat de verantwoordelijke minister... Dat je wou die niet eens naar Je zou verwachten, iedereen die dit tegenkomt, die gaat dat omarmen van wow, zou dat werkelijk... Ja, als dit werkelijk waar zou zijn, zou het geweldig zijn. Ik wil dat weten, ik wil dat op de bodem uitzoeken. En ooit met pijn in mijn hart, gooi ik het misschien van tafel als het echt niet werkt. Ja. En dan op zo'n manier, het is mindboggling. En het was al heel vroeg, hè? Het was ook al heel vroeg in het jaar dat hij in, ik geloof dat dit mei was, dus... Ja, hij kon het hier nog niet uitspreken. Dus dat geeft wel aan dat het nog relatief vroeg was. Maar dus al zo vroeg al zo'n oordeel daarover hebben, zeg maar. Dat vond ik er zo opmerkelijk aan. Je kon je daar haast nog niet in verdiept hebben, diep. Ja. Om het dan zo van tafel te terwijl hij op hetzelfde moment, heeft hij een interview dat niet hier in zit in het fragment, maar heeft hij al gezegd, op een vraag van Frank Rusink, wat is de oplossing? Ja, de vaccin is de enige oplossing. Ja, dat is natuurlijk. Ik vind een politicus die voor een probleem maar één oplossing weet te verzinnen, vind ik eigenlijk, hoe moet je het zeggen? Narrow-minded in het, om het goed Nederlands te zeggen. Maar het is natuurlijk wel heel erg. Je gaat van tevoren al je opties inperken tot één. En dan met zo'n dédain potentieel middel afserveren. Ja, ik vind ik vond het wel schokkend eigenlijk. Ja, we gaan weer wat luchtigheid erin gooien. We gaan de eerste quizvraag doen. En die gaat gelukkig een keertje niet over corona. De boeren, die zijn er ook nog. En die hadden dit jaar
de snelwegen geblokkeerd en er komt op een gegeven moment een man uit een auto met bril en die spreekt een boer aan en de vraag is natuurlijk wat is het antwoord van de boer? Daar gaan we naar kijken. Ja, maar weet je wie nou het maaien bent? De mensen die hier ook de kosten verdienen in Nederland om een brood te verdienen. Ja. Wie ben je nou het maaien? Ja, wie ben je nou het naaien? Vraagt de man met het witte shirt aan de boer. En dat zijn drie opties. Het antwoord wat de boer geeft is... De overheid naait ons. Of B. Je hebt een lelijke bril op je hoofd. Of zegt de boer... Wie maakt jullie brood dan? Wie maakt jullie brood dan? Ja, geniaal hè? Spot on. Boerenlogica hè? Ja. Ja, dat heb ik wel gemist dit jaar. Boerenverstand. Ja, gezond boerenverstand, ja. In een opleiding zei, voordat ik aan de opleiding begon, zei de decaan van de opleiding van iedereen kan deze opleiding met gezond boerenverstand. Alleen zijn er zo weinig mensen met gezond boerenverstand. Dat is haar vervolg. En, dat lijkt wel alsof er inderdaad heel weinig mensen met gezond boerenverstand nog rondlopen. Dit is natuurlijk briljant geantwoord van die boer. Ja. Maar dat heb ik wel gemist eigenlijk. Gewoon nuchter boerenverstand. Hoe zou dat komen? Hè? Jij bent psycholoog. Jij hebt daar ongetwijfeld over nagedacht wat er hier aan de gang is met onze samenleving. Ja, nou ja, je hebt natuurlijk gehoord dat al meerdere psychologen aangeven. Het lijkt ook wel wat van een massahysterie in te zitten. En een soort van groepsvorming, groepsdruk. En dat zie je natuurlijk veel om je heen ook wel gebeuren. Althans, ik wel. Veel mensen om me heen die bepaalde maatregelen naleven omdat iedereen het doet. Niet omdat ze er nou zelf in geloven. Of bijvoorbeeld onder druk van boetes, waardoor iedereen eigenlijk massaal iets gaat doen. Ja, waar er eigenlijk misschien heel veel mensen, ze doen het niet voor hun gezondheid, zeg maar. Ja, de mondkapjes waren maandenlang schijnveiligheid en ineens doen we het allemaal. Ja. En ook met heel veel enthousiasme. En er zijn mensen die elkaar erop aanspreken. Ja, zeker. Er zijn mensen die een mondkapje in het bos dragen. Ja, hoor ik van Wieberen van Haga in de auto. Ja. Die heette tegenwoordig viruswappies, heb ik van Wieberen gehoord. Nieuwe definitie. Ja, je hebt helemaal gelijk. Dat is helemaal gelijk. Nee, ik denk het ook. En het is, we kijken daarop terug en het is een soort van grappig om te zien dat de boerenstand heeft gemist. Het mist nog steeds en het wordt soms alleen maar erger, lijkt het. Hè? Dus dat is... lastig en het is onze taak vanavond om daar luchtig over te zijn. Dus dat gaan we zeker doen. Nee, ik denk als je mensen natuurlijk jaarlang inpepert met angstverhalen, natuurlijk krijg je dat. En bedenk het maar, je moet je in heel rare bochten wringen. Ik heb al vaker dit jaar gezegd, ik heb een magische toeter. En elke nacht om 3:15 ga ik in mijn naki naar buiten en blaas ik op die magische toeter. Dat hoor ik nou allemaal. Dat is echt waar. En wat ook echt waar is, bij mij in de straat zijn daardoor geen wilde tijgers. Echt waar. Ja. Ja, serieus. Ja. Nou, dat klinkt natuurlijk als een waanzinverhaal. Geen spel tussen te krijgen. Nee, maar dit is wel ongeveer de waanzin die ons elke dag... Omdat je het tegendeel niet kan bewijzen, zal dat al waar zijn. Maar we moeten geloven dat er iets waanzinnig speciaals aan de hand is. Namelijk een mega-killing virus. Ja. Dat is ongekend, hebben we nooit meegemaakt. Dat is vreselijk. We doen allerlei dingen die totale onzin zijn. Wetenschappelijke onzin. En op de een of andere manier heeft dat op elkaar het effect dat er bijna niks heel speciaals aan de hand is. Dus, sterfte is relatief gewoon... Niet te serieus. Al dat soort dingen. Nou, in ieder geval... Niet te serieus. Ik snap dat mensen heel veel kronkels moeten bewandelen. Kortom, het is bizar. En daarom gaan wij verder met de top 10 van de meest bizarre momenten van 2020. De nummer 8. Luchtig overdoen. Onrecht TV, luchtig. Onrecht TV, Romeo's. Ja, daar gaan ze. Het zijn ook gewoon Romeo en Juliet. Ze hebben een toneelstuk. En dit zijn gewoon ook verklede acteurs. Ook gewoon, dus als ze erbij lopen. Verkleed. Doen zich voor als hooligans.
Ja, de vrienden van Wendy, de Romeo's. Ik had nog nooit van het fenomeen gehoord. Ik dacht dat het een type auto was, een Alfa. Wendy, leg even uit aan de mensen thuis, wat zijn Romeo's? Ja, ja, nou ja, dat wist ik eerlijk gezegd ook nog niet tot het begin van dit jaar. Maar ik was natuurlijk op die demonstratie die je hebt gezien in juni. En Romeo's worden ingezet door de politie als een soort van undercover binnen de demonstranten om mensen eruit te pikken. En wat je zag is dat ze probeerden iemand te arresteren. Ja, min of meer uit het publiek te plukken. Waarvan zij denken dat het een van de aanvoerders was van de, zoals zij dat noemen, hooligans. Ja, en dit soort mensen, dus die worden Romeo's genoemd. Ja, en de naam is bekend geworden dit jaar in Nederland. Maar ik wist niet dat de politie daarvan gebruik maakte. Ik vond het echt bizar en opmerkelijk. Wel dat natuurlijk dat je mensen in het publiek zet om feeling te houden met wat er gebeurt, dat snap ik wel. Maar om dan ook eigenlijk dit uit te lokken. Ja, want ze hebben vrij veel agressie vertoond. Er zijn heel veel filmpjes rondgegaan waarbij ze echt uit busjes springen en in één keer beginnen te mappen, terwijl je niet denkt van dat het heel erg functioneel was op dat moment. Ik weet het niet, hè? Daar moet je natuurlijk wel mee. Nee, maar dan moet je, wat je moet bedenken. Ja, we hebben natuurlijk jou ingehuurd als van de mainstream media om een beetje tegengas te geven. Ja, ik probeer er gewoon serieus. Jullie komen met clipjes. Ik wil er ook gewoon serieus op kunnen. Nee, maar je moet natuurlijk wel beseffen dat bij al die demonstraties, al die oude mensen, die gewone moeders, die opa's en oma's, natuurlijk over het algemeen wel meestal neonazi's en hooligans waren. Dus dan is het ook wel weer logisch dat de politie zijn zwaarste wapen inzet, vind ik. Ja, ja, want ja, er liepen ook vrouwen rond, hè, met zwangere buikjes. En daar moet je natuurlijk wel tegen optreden, toch? Ja, ja, logisch. Ja. Ze zijn dat niet verkleed als dames met zwangere buikjes. Dat valt me dan wel op. Nee. Ze hadden ook, ze zochten het ook echt op, zeg maar. Dus dat is dan wel weer een beetje een contradictie in daarvan. Ja, ja, oké. Okay. Maar de reden waarom we het fragment laten zien is eigenlijk omdat het fenomeen van deze toch wel excessieve agressie van dienders, hè, in het veld. Ja, dat was voor mij wel echt nieuws. Ik had dat nog nooit. Ik kende het fenomeen niet. Hmm. Ik snap dat de politie een soort van verkenners vooruit steekt. Maar die agressie, dat vond ik zo raar. Ja. En dat is ook niet verklaard wat mij betreft. Ik vind het ook heel on-Nederlands of zo. Ja. Op een of andere manier. Dit verwacht je in landen waar ze gewoon repressieve regimes hebben. Ik dacht, Nederland is gewoon, ja, we mogen hier altijd demonstreren. En iedereen kent het liedje van de Fluisma en Fontein van 15 miljoen mensen of 17 miljoen mensen inmiddels. Ja, daar wordt bezongen hoe onze volksaard is. Daar past dit eigenlijk helemaal niet in. Dus dat was voor mij ook echt een soort van schok. Je gaat het pionnetje verliezen. Hoppakee. Ik zit midden in mijn verhaal. Dammen. Hij is aan het dammen. Zie je dat? Wel van hier naar hier. Niet van hier naar hier. Kan dat niet? Nee, ja, dat mag niet. Ja, misschien. Serieus? Ja, serieus. Schaken is. Ja, maar in een dictatuur kan van alles. Ja, nee, maar schuin. Ik doe dat gewoon. Ik sta boven de wet. Dat vind ik wel interessant. Je slaat gewoon schuin, toch? Dus we veranderen gewoon de spelregels tijdens het spel. Dat past wel, denk ik, bij de cultuur die nu heerst in dit land. Maar we gaan weer even een beetje luchtigheid erin gooien. Vermijd drukte. Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Test je positief, dan blijven ook de huisgenoten thuis. Was je handen stuk. Nies en hoest in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Nies en hoest in je elleboog. 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 Ik begin nog maar een keer met de basisregels. Houd 1,5 meter afstand. 1,5 meter. Heel cool. Was je handen stuk. Een druk. Ja, ja. Een in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Nies en hoest in je elleboog. 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 Nies en hoest in je elleboog.
verantwoordelijkheid en regel dat samen. Ja, big up van Nigel Shaw. Yes! Ja, ja. Top, top dat die jongen dat stelt. Ja. Maar dit is toch, dit videootje laat toch zien hoe wij betutteld worden, hè? Het lijkt alsof we een kleuterleider praten. Ja, maar jij had het natuurlijk met alles. Nog zelfs ook dat je adviezen kreeg over seksbuddies. Dat heeft op de RIVM-site gestaan, hè? Ja, dat klopt. Seksbuddies hebben ze naderhand weer verwijderd, ja. Ja, ze vonden dat het iets te ongenuanceerd. Maar leg dat even uit over seksbuddies, want misschien mensen die het meegekregen. Gemist dan weer. Ja, ik heb het wel gelezen. Dat er werd gezegd voor singles was het natuurlijk een probleem, die anderhalve meter. Ja. En toen hebben ze gezegd, een soort van uitzondering, dat ze hebben gezegd van nou, je mag één seksbuddy hebben. Ze begrepen ook wel dat singles behoefte hadden aan contact. En toen zeiden ze van nou, laten we het dan op die manier een soort van poldermodel, hè? oplossen. Dus daar had Nigel Ferguson toen, daar heeft hij natuurlijk goed naar geluisterd. En seks is heel belangrijk, ook al Rutte, want de prostituees mogen ook gewoon blijven. Ja. Die mogen blijven werken. En Rutte geeft daar nog wat mooie tips over. Dat is wel leuk om te zien. Elke avond om 8 uur even applaudisseren voor de zorg. Hè? Goed zo, zorg. Ja, ga zo door, zorg. Hartstikke goed, zorg. Niet zeiken om geld, hè? Applaus is meer dan genoeg. Oké. En rond af. Jongen, ben kapot. En na het applaudisseren natuurlijk weer. Handen wassen. Hè? Applaudisseren, zeer besmettelijk namelijk. Oef, lijkt Rutte. Ping. Ten slotte. We raden het bezoek aan een prostituee ten zeerste af. Maar als u toch een aandrang gevoelt die u niet kunt onderdrukken, dan mag dat wel. Hier enige prostitutietips van het OMT en het ministerie. De missionarishouding is dus absoluut niet toegestaan. Want dan lig je dus bovenop elkaar, met je gezichten naar elkaar toe. En dan krijg je dus gekreun en geheig. En dan heb je dus besmettingsgevaar. En dat mag dus absoluut niet. Dus geen missionarishouding. Zoenen is verboden. Orale erotiek is verboden. Het enige dat wel mag, is op zijn hondjes. Oftewel, zoals de Engelsen zo treffend zeggen, doggy style. He, dan heb je dus sowieso de neuzen dezelfde kant op. Als er dan gehoest wordt, he, is het hooguit in de nek. Geen besmettingsgevaar. We zullen doorgaan. Dag mensen. Tot de volgende keer. Blijf gezond. Ja, dit lijkt een grap, maar dit zijn serieus de richtlijnen voor prostituees. Ja, het is geen grap. Nee. Nee, dat is het. Daarom is het zo bizar. Ja, fucked up, zou je zeggen. Nee, maar sorry. Bizar en interessant en waardevol. Oh. Ja. Ja. Ze hebben wel het advies gegeven om inderdaad ook mondkapjes te dragen. Ook de prostituees. Ja, dus dat advies is ook gekomen, geloof ik, vanuit Canada. Van het Canadese RIVM. Dus, met een gaatje erin. Oh ja, dat oraal seks mag niet. Nee, oraal seks hoeft niet. Nee. En hoe is het als je een hartstilstand krijgt bij de prostituee? Is dat ook al in voorzien? Hoe je daarmee wordt... Ja, dan, dat is jammer dan. Mond tot mond. Nee, dan houdt het op, hè? Ja, lastig. Ja, lastig, want als mond tot mond, dat kan niet. We moeten toch ergens een grens trekken, zeg maar. Ja, maar dit gaat natuurlijk, we weten nog zoveel natuurlijk. Privéleven, dat is ook echt bizar natuurlijk. Ja, dat je zo kan ingrijpen. Ja, er komen zo nog andere, zeg maar, ik wil niks verklappen, maar waar het zo wordt ingegrepen in het privéleven van mensen, dat het op het absurde af is. Ja, en betuttelend. Hè, wat het is niet op het absurde af, het is gewoon absurd. Ja. Nou, wat wel grappig is, dat je ziet dat humor werkt natuurlijk. Hè. Ook jij hier aan tafel hebt best vaak serieuze mensen. Er zijn heel veel mensen verontwaardigd, bezorgd, boos. Geïnformeerd oneens. En dat is lastig. En humor is natuurlijk wel een hele sterke taal hiervoor. Dus dat doen ze ook goed. Dat is ook leuk. En dat is goed om te zien, denk ik. Absoluut, dat het werkt. Ja. We houden de humor erin, maar we gaan eerst even kijken naar de nummer 7 in de top 10 meest bizarre momenten van 2020. Als de angst zo groot is, moeten we echt wel proberen zoveel mogelijk met één mond te praten. Ja, vind je dat? Ja, vind ik zeker. Want er ligt toch ook een journalistieke taak om te kijken naar wat zijn consequenties van beleid. Je moet toch niet alles voor zoete koek aannemen, slikken. Normaal niet, maar als de angst in de samenleving groot is, vind ik het van belang dat we proberen het eens te worden. En niet tegenstellingen uit te vergroten. En dat gebeurde gisteren volgens mij wel. Ik denk dat niet van iedereen niet moet verwachten dat ze zelf een oordeel hierover moeten vestigen. Nee, natuurlijk niet. En dan doe je eigenlijk wel door om al virologen op hen af te sturen. Maar op het moment dat ze niet alle virologen het eens zijn met elkaar, wat doe je dan als media?
Nou ja, ik denk dat het verstandig is om als land één lijn te trekken, om die lijn te steunen. En we weten allemaal dat elke lijn, dat we heel veel niet weten. Dus elke lijn die je kiest, daar valt heel veel op af te dingen. Dus dat is gewoon een feit, dat weten we. Maar moet je dan op dat afdingen gaan uitvergroten of gewoon zorgen dat we bij elkaar blijven en gewoon die ene lijn steunen? En die ene lijn is vrij goed onderbouwd. Het hele instituut zit erachter. Ja, we hebben een instituut. Ja, verbijsterend, hè? De hoofdredacteur van de Volkskrant die gewoon zegt, er zit een heel instituut achter, dus we moeten gewoon met één praten. Maar je kan niet van mensen verwachten dat ze zelf meningen kunnen vormen hierover, zegt hij. Dat is niet. Nee, je mag zo niet nadenken, dat klopt. En ook de journalistiek niet, hè? Want dat is eigenlijk. Ze hebben 100 jaar geroepen, wij zijn de laatste linie tussen een overheid die tyranniek is en de bevolking. En wij zijn ervoor om die overheid het kritisch te bevragen. Ja, te controleren. Te controleren. Ja. En nu hebben ze de meest vergaande maatregelen ooit. En dan zeggen ze, nou, we gaan dat niet controleren, we gaan gewoon blind achter het instituut aan. Hè? Kritiekloos volgen wij het RIVM en het OMT en wij willen die lijn volgen. En wij kiezen daarvoor om anders denken er niet aan te horen. Dat maar Pieter ik neem ook aan dat jij dit wel begrijpt. Hè? Ja. Je moet het zo zien. Kijk, om even met Pieter, hoe heet deze? Pieter Klok. Ja, Pieter Klok. Pieter Klok. Kijk, als de angst eenmaal zo groot is, dan heb je als media die taak om die angst uit te vergroten. Één boodschap te brengen die angst vergroot. En vergroot. Want dat verkoopt. Überhaupt in de eerste plaats heeft veroorzaakt. Dus ik snap het eigenlijk wel. En ik vind het ook wel fijn ook te weten dat ook Pieter hier niet alleen voor de Volkskrant spreekt. Ja, maar ook, dat wel in, ja, ook breder met zijn. Het is breed gedragen. Hoofd, ja, ook door de andere kranten en de NPO is dat gelukkig ook breed opgepakt. Ja. Ja, toch prettig, denk ik, in tijden van angst. Ja, ja. Ja, dan moet je de instituten volgen. Oliebolletje. Ik wil een oliebolletje, Of is dat slecht? Mag niet, nee. Ik wil gewoon een oliebolletje, maar lekker, Maar ik heb hem niet aangeraakt, want het is natuurlijk ook. Ik heb hem in mijn elleboog. Je hebt hem in je elleboog aangegeven. Er zijn nog volgens mij heel veel mensen die een abonnement hebben opgezegd bij de Volkskrant, heb ik gehoord. Hè? Naar aanleiding van dit incident. Hè? Serieus? Ja. Dat is weer hoopvol. Ook zo moet je. Nee, maar serieus. Dat is, we kunnen om lachen. En er zijn natuurlijk belachelijke dingen. Maar als je soms ziet wat er gebeurt, dat wij elkaar kennen, hoe wij elkaar kennen. Ik heb mensen ontmoet het afgelopen jaar die ik anders nooit van mijn leven had ontmoet. Dat zijn ook heel mooie dingen. Je hebt heel andere soorten contactvlakken. Ja. En dan gebeurt ook dit soort mooie opzeggingen. Ja, want jij leerde mij kennen. Ja. Jij hebt mij dat ooit verteld. Ik had jou benaderd. En toen heb jij mijn Facebook-account doorgescreend. Voordat wij dus het WhatsApp-groepje hadden. Hmm. En toen dacht jij van, dat is wel een beetje, hij is wel heel heftig. Precies. En jij reageerde niet. Precies. Jij zag mij niet zitten. Ik was heel serieus. Ik had een Duitse arts geïnterviewd en ik had statuur. Wolfgang Wodarg. Precies. Ja. En dus ik was van de inhoud. Ja. En ik kwam een van de ex-wielrenner op Facebook die hele boze dingen riep. Dacht ik, nou. Wil ik daar wel mee geassocieerd worden? Precies. En jij hebt je me toch ergens ingepakt. Hij heeft toch ingepakt uiteindelijk. En bedankt, want het is zeer gewaardeerd. Ja. Hey, we hebben de afgelopen maanden heel veel aan elkaar gehad, hè? Ja. We hebben heel wat afgeappt. Ja. Om het ook een beetje te begrijpen. Want het zijn bizarre momenten. Maar het was natuurlijk voor ons allemaal denk ik wel een bizar jaar. Niet alleen voor ons. Ja. Dus dat past wel. Je hebt je baan ook verloren. Hè? Met name door je standpunt. Hè? Of in ieder geval iets niet gecontinueerd. Ja, ik freelance. En mijn activisme paste niet binnen de uitstraling van de organisatie. Ja. Ja, dat zul jij begrijpen. Nou ja, nu je het erover hebt, snap ik dat. Zo'n organisatie heeft ook een belang, dus. Ja, voordat jullie het niet helemaal begrijpen, Stefan speelt vanavond de advocaat van de duivel. Hè? Ja. Dat is helemaal oké. Okay. Ja. Heb jij gedoe gehad met werkgevers of met klanten of familie? Familie, met familie is het soms wel lastig. We zitten daar niet allemaal op één lijn. Ik heb wel gelukkig, mijn vrouw is wel, staat wel achter de lijn die ik heb. En steunt dat ook en is zelf ook actief, vooral met mensen praten en informeren. Ik ben helemaal geen activistisch type. Ik vind je wel zo overkomen. Ja, ik ben heel erg. Ja. Ik sluit de trui ook best activistisch. Ja, hij heeft zo'n lange trui aan, dan hangt hij helemaal onder de tattoo. Ja. Kijk. Ik kom hier buiten wel tegen.
Maar ik heb ook recht met mensen gesproken die zeiden, ja, ik heb er nog nooit in mijn leven over nagedacht, maar nu ga ik demonstreren op Malieveld. Nou, dat was zoals ik. Mensen gewoon, opleiding tot fysiotherapeut, 45, gezin, niks aan de hand. Maar ook bijvoorbeeld oudere mensen zie je demonstreren. Ja. En dan, terwijl normaal gesproken is het eigenlijk iets van de jeugd, rebellie of iets dergelijks. Maar je ziet nu dat het door de hele samenleving heen gaat. Ja. Dat maakt het denk ik ook wel moeilijk misschien soms voor bijvoorbeeld de politie om daarop in te grijpen. Want het zijn niet alle, ze willen het al voordoen komen. Ze zijn niet makkelijk te profilen. Nee, nee. Hè? Aan de andere kant worden natuurlijk de demonstranten heel erg geframed. Ja. Ook een woord wat dit jaar heel erg hip is geworden. Ja. En dat vinden wij natuurlijk niet oké. Maar er zijn heel veel dingen die niet oké zijn. Maar we gaan door met de top 10 van de meest bizarre momenten van 2020. De nummer 6. And at the moment, in most parts of the world, due to lockdown, most of the transmission that's actually happening in many countries now is happening in the household, at family level. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. Ja, hier gaan mijn haren recht overeind van staan. Deze wilde jij er echt in hebben, hè? Als vader kan ik hier niet naar luisteren. Ik kan me niet voorstellen dat wij ergens in een positie komen dat er iemand aanbelt en die zegt, nou, wij willen even kijken of jouw dochter of zo niet misschien ziek is. En dan, ja, dan nemen we er wel mee naar in een dignified manner. Dus zo van, nou, we doen het wel beschaafd. Ja, want leg even uit wat de man eigenlijk zegt. Hij zegt, omdat iedereen nu naar binnen gaat, we hebben een lockdown, iedereen moet naar binnen, vinden dus de besmettingen binnen plaats. Ja. Vervolgens zegt hij nou vinden de besmettingen binnen plaats. Dan moeten we de mensen die ziek zijn, moeten we uit het huis halen. En die gaan we dan ergens opbergen. Ja, ziek zijn, besmet zijn, hè? Ja, besmet, ja. Nou, ja, dat was, positieve ja. PCR. Ja. Positieve PCR. Mensen uit huis halen, hè? Ja. Ah, hij zegt gewoon letterlijk, ik kom je kind ophalen als hij ziek is. Of als we aan kunnen tonen dat hij besmettelijk is. Ja. Wat zou jij doen als zo iemand voor je deur zou staan? Ja. Daar durf ik niet over te speculeren, maar alles in mij als vader zegt, jij komt mijn huis niet in en mijn dochter of mijn zoon blijft gewoon thuis. Zeker als ze ziek zijn, want dan wil je als ouder voor je kind zorgen. Dan ga je niet zeggen, oh, je bent ziek, nou hier ga maar met deze onbekende manier. Zijn er gewesten geweest waar ze dus ook echt kinderen apart in kamertjes hebben geïsoleerd. Die mochten niet eten met het gezin, hè? Ja, maar dat is ook gezegd. Dat werd ook toegezien, hè? Ja, dat is ook gezegd. Als je bijvoorbeeld thuis de middelen niet had om je kind te isoleren, dus bijvoorbeeld omdat je heel klein behuisd was, hè, dan wilden ze daar naartoe dat je kind inderdaad uit huis kon worden geplaatst voor een quarantaine. Ja. Zodat ze, dat is volgens mij uiteindelijk wel van de baan gegaan, van na heel veel protesten. Maar inderdaad, dat speelde. Ja, ja, dat is bizar. Ja, dat zijn allemaal wetgevingen die vanuit de WHO zijn geïmplementeerd in grondwetten van landen. Hè? Ja, ik moet zeggen, hier heb ik moeite mee om hier de grappige kant van te zien, zeg maar. Ja, ik zou jou graag nu als advocaat van de duivel willen horen. Begrijp ik. Mijn hersenen kraken. Een soort figuurtje. Maar ik kan hier echt de zinsnede die maximaal bij me opkomt. Het zou om te lachen zijn als het niet zo vreselijk verdrietig was. Ja. Het is natuurlijk, het is wel bizar en het is verdrietig dat wij allemaal naar zo'n meneer kijken. En dat bijna de hele wereld knikt en zegt, ja, dat is toch een goed verhaal. En ja, dat is toch wel slim. Moeten we even kijken hoe we het organiseren. Of zijn ze wel dignified. En hoe groot is dan de space of je dat kan doen. Ja. En dat er niet massaal geluid komt van, wow, wat zeg je eigenlijk hier? Welke waanzin? En dat is, ik kan hier moeilijk de lach in ontdekken even. Ja, maar ik denk dat jij de ergens van het virus onderschat. Kijk. Want het virus, pas op, het is een nieuw virus. We weten nog zo weinig van daar het virus. Daar zeg je wel een ding. En we varen in de mist. Ja. En er zijn landen waar zelfs meer besmettingen dan personen zijn. Ja, ja dat klopt. Daar gaan we naar kijken. Ja, zo ernstig is het. Dat is het. Des examens virologiques si après. Sur 109 tests réalisés, 132 sont revenus positifs. Prachtig. Zo gevaarlijk is COVID-19 of SARS-CoV-2 dat er dus 132 besmettingen zijn op 109 personen. Ja. Ja. Wie dit nog gewoon een virusje noemt, die pak ik aan. Hoor. In Afrika springt het virus over van mens op papaya en op een geit. Ja. Niet op motorolie, dacht ik. Nee. Maar, is dat getest door de president? Ja, en Coca-Cola is volgens mij ook positief PCR getest. Een appelmoes. Ja, in Oost
Oostenrijk, geloof ik. Ja. Het grijpt om zich heen. Ja, onzichtbaar. Ja. Niemand wordt er ziek van, toch heb je. Ja. Dus, dat noemen we tegenwoordig een brandhaard, hè? Ja, dit is en dat is verraderlijk. Een tsunami eigenlijk, hè? Superspreading events. Ik vind wel dat je... Het is tijd om te schakelen. Ja, het is tijd om weer door te gaan met onze top 10 van de meest bizarre momenten van 2020. En het is een bizar jaar. We gaan naar de nummer 5. At a rally in Michigan on Saturday, Biden muddied the waters for the very first time. He announced his support for something called Bhattacharya. In fact, he said it's a fundamental human right. Brock and I think it's a right for people to have Bhattacharya. Got that? It's a right for people to have Bhattacharya. And if you don't have Bhattacharya soon, Joe Biden will make sure that you do. That's his pledge to you. But giving every American Bhattacharya isn't easy. Joe Biden knows that. He's going to mobilize a pressure campaign to get it done. What kind of campaign? To get Bhattacharya? Joe Biden has thought a lot about it. Here's his solution. Look, I'll do what he's unable to do. I'll lead an effective strategy to mobilize true and international efforts of pressure. Joe Biden's going to do that. Donald Trump can't do that. Donald Trump can't even pronounce. Joe Biden can. Listen again. I'll lead an effective strategy to mobilize true and international efforts of pressure. Yeah, he'll lead an effective strategy to do that, whatever it is. Yeah. Heel flauw. Om het op zijn uitspraak te pakken. Tucker Carlson die een loopje neemt met Joe Biden, de grote kandidaat die dus de wereld moet redden van Donald Trump. En deze bijna seniele oude man kan niet uit zijn woorden komen en moet dat land gaan leiden. Ja, dat is... Bijzonder dat dat de keuze is, dat dat het beste is wat Amerika... Ja, 328 miljoen Amerikanen en dat is het beste wat ze hebben. Dat is de lijst. En bijzonder, ook bijzonder natuurlijk dat zelfs Biden dan Obama heeft geoutperformed in een aantal swing states. Op zijn minst bijzonder te noemen. Dat, bizar. Op deze standpunten dat je daar zoveel mensen weet te mobiliseren. Of het Orange Man Bad argument is natuurlijk heel sterk. Trump derangement syndrome noemen ze dat in Amerika. Ja. Dus mensen haten Trump zo erg dat ze liever een... Ja, dit is gewoon zielig. Die man is gewoon zielig. En dat is hem zelfs misschien niet aan te rekenen. Maar hij wordt daar neergezet. Maar hij komt gewoon niet uit zijn woorden. En dat is niet één keer. Dat is heel vaak. En dat, ja... Dat moet je eigenlijk zo'n man ook niet aandoen. En, maar je kunt ook niet op hem stemmen, denk ik. Ik bedoel, ik denk niet dat wij een premier zouden stemmen die om de 3 speeches gewoon compleet de weg kwijt is. En de draad kwijt. En ook niet kan uitleggen waar hij voor staat. En we weten nog steeds niet of Trump of Biden nou de nieuwe president... Iedereen zegt natuurlijk Biden. Hè? Tenminste, dat wordt zo gecommuniceerd. Maar... Het is nog niet 100% zeker. Er rommelt nog van alles. Hè? Of zeg ik nou iets heel raars? Je hebt hier een specialist. Daar kan je bijpraten. Ja. Nou ja, ik volg dat wel een beetje. En er zijn een aantal swing states. Ik geloof 6. Waar het gewoon nog niet duidelijk is wie er gewonnen heeft. En daar worden rechtszaken gevoerd. En in de media in Nederland wordt er aangeduid alsof Trump een slechte verliezer is. Terwijl als je zeg maar, de mensen in Amerika zelf volgt. En de rechtszaken volgt. Dan zie je dat heel veel mensen onder ede hebben getuigd dat ze allerlei misstanden hebben gezien. Bijvoorbeeld stembiljetten die zeg maar, ineens uit een andere staat worden gedumpt. In een aantal staten werd ineens de telling stilgelegd. Midden in de nacht werd iedereen naar huis gestuurd. En gaan ze in één keer onder zo'n soort tafel, trekken ze in één keer stembiljetten onder een laken vandaan. Ja. En die draaien ze 3 keer door een stemmachine. Dat staat allemaal ook op video, hè? Dat kun je gewoon zien. Dat is op veiligheidsbeelden kun je dat news. Zien. Dat is fake news. Dat denk ik, deepfake. Toch ik denk dat je daar wel een punt hebt. Het moet fake zijn. Het moet fake zijn, want het is op video, denk ik. Alles wat tegen het narratief gaat, is fake, toch? Dat is duidelijk. Daar lopen we gelukkig nooit tegenaan. Jij bent nergens vanaf gegooid van geen platform. Wiebren van Hagaan niet, niemand niet, Jan Bonten niet. Nee, het komt censuur, niet voor. Dat, Gert-Jan Segers zei het letterlijk, censuur is er niet in Nederland.
Dat zal dan niet zo zijn. Nee, maar al die Facebook-groepen zegt dat het niet zo is. De vraag van Flavio, weten we zeker hoe het loopt in de Verenigde Staten? Is het een gelopen race? Precies. Het is geen gelopen race. En er zijn allerlei scenario's denkbaar. Een scenario is dat er straks niet voldoende zekerheid is om op basis van gewone stemmen Biden uit te roepen tot winnaar. En dan wordt, zeg maar, wordt het teruggegooid. En dan moet ik altijd even goed denken. Ik denk in Amerikaanse congres of in de Senaat, een van die twee. En dan gaan ze per staat stemmen. Maar elke staat heeft daar één stem. Dat betekent dus dat ze niet meer stemmen op basis van hoe groot is zo'n staat. Dus Californië wonen veel meer mensen dan in Rhode Island of in Alaska. Maar dan krijgt elke staat één stem. En dan is de verhouding tussen de verschillende staten is 30 Republikeins en 20 Democraat. Dus dan verwacht iedereen, als het daar, zeg maar, op aankomt, dat de Republikeinen Trump zullen voordragen en de Democraten Biden. En dan wint Trump. En dat is geen ondenkbaar scenario. 4 januari is dan een belangrijke dag. Waarbij Mike Pence de voordracht van de kiesmannen moet accepteren of niet. Als hij dat niet accepteert, dan gaat het waarschijnlijk teruggelegd worden. Dit duurt veel te lang. Ja. Daar moeten we helemaal niet aan beginnen. Sorry, dat is mijn vraag. Maar is het al gelopen race? Nee, het is geen gelopen race. Dat is het. Nee, het is geen gelopen race. We gaan gewoon weer lachen, want je moet gewoon je bek houden. Het is heel dom, want hier krijgen we het virus niet onder controle. Vandaag lopen de aantallen ook weer op. Ja, weet je. Maar is dat überhaupt te regelen in zo'n stadion? Ja hoor, gewoon je bek houden. Dat is te doen. Ja. Ja, je moet gewoon je bek houden. Dat is het nieuwe credo van Mark Rutte. Hij heeft daar wel nog zijn excuses voor aangeboden. Zo is hij dan ook wel weer. Hè? Het was een slip of the tongue. Maar het is wel de tendens, hè, dat je eigenlijk gewoon moet volgen. Toch? Het is natuurlijk een grotere lijn. Het gaat verder dan alleen deze oproep. Het is iets wat duidelijk is. En misschien het vervelendste is nog wel... Oh nee, ik moet proberen het grappig te vinden. Het grappige is eigenlijk wel dat het niet alleen maar van instanties komt. Eigenlijk, hè? Want je zou misschien verwachten, oké, onze overheden leggen ons dingen op. En je ziet natuurlijk dat de sterkste vorm van censuur eigenlijk een zelfcensuur is. Mensen leggen zichzelf of hun vrienden of hun buren het een en ander op. Ja. En dat is eigenlijk... Ja, het is creepy, hè? Dat is best wel... Ja, dat is een dingetje. Dat vind ik wel jammer, ja. Dat is een van de dingen waar ik gemerkt heb dat... waarom posten dingen op Facebook? Niet omdat ik nou graag mijn mening wil laten horen, maar ook om duiding te geven of wat wetenschappen... Niet ook, man. Narcist, hè? Nee, helder. Nou ben ik ook al een narcist. Gaat lekker in. Van je vrienden moet je het hebben. Maar vervolgens zie je dat veel meer mensen daarop aanhaken. Ook iets durven te posten of iets durven te liken. En ik heb ook regelmatig wel mensen gehad die zeiden... Ik vind het fijn dat je dat doet. Ik vind het zelf spannend. Maar ik vind het... ik waardeer het heel erg wat je post. Ik probeer altijd dat op een beetje normale manier te doen. Niet met een vilijne pen. Maar Wat is dat voor een vilijne opmerking? Dat wordt wel, maar wat jij zegt, dat klopt wel. Jij zegt van, de censuur is wel heel sterk. En mensen, als je iets post waar mensen niet mee eens zijn, kun je ook wel heel veel negatieve commentaren krijgen. Nou, ik sta laatst in de rij van de Albert Heijn. Zij buiten in de regen, dat is allemaal moeilijk en ingewikkeld. En dan krijg je zo'n kleddernat winkelwagentje mee, want het is afgespoten, want lekker schoon. En dan sta ik me eigenlijk altijd al een beetje op te winden van tevoren al. En dan zoek ik ook wat om me heen. Dus ik laat half vrij duidelijk merken hoe ik erover denk. En dan merk ik dat er heel vaak veel mensen zeggen... Ja, dat vind ik ook. Maar ik wil geen gezeik. Ja. Dus ik doe het niet. En ja, ik vind het totaal met je eens. Maar ja, ik heb geen zin in lastige vragen. Dus laat ik het maar niet doen. En nou ja, dat is grappig. En dat is als het... Eén enkel geval zijn, dan kan je er hartelijk om lachen. Als dat een heel land is wat zich op zo'n manier gedraagt. Op een manier die, nou ja, het moet ook allemaal politiek correct zijn. Dat is wat heel erg de tendens is. Hè. Op het moment als je, zoals nu, wordt er gesproken over een avondklok. En als je dan een parallel trekt, hè, met 75 jaar geleden was de laatste keer dat we een avondklok hadden. Dan word je meteen weggezet als extremist of zo. Of een wappie, zeg maar. En dat zijn gewoon de feiten. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Dat ik denk, het is al snel, moet allemaal politiek correct zijn of zo. Terwijl dit is gewoon hoe het is, zeg maar. En dat is zo vreemd. En
een beetje dystopisch soms geweest voor mij. Dat ik soms dit jaar dingen zei die wetenschappelijk onderbouwd waren of gewoon feiten zijn. En mensen worden dan heel boos. Het is niet alleen dystopisch, het is vooral bizar. En we gaan door met die bizarre lijst. Ja. De top 10 meest bizarre momenten van 2020. De nummer 4. Wat is volgens de minister-president het mortaliteitscijfer van corona? Nou, dat is laag op zichzelf, gelukkig. Alleen je ziet dat door de grote aantallen op dit moment in het fase weer zitten dat de planbare zorg weer moet worden afgeschaald. En we weten dat er inmiddels natuurlijk vele duizenden overledenen te betreuren zijn. Dat is boven de normale sterftecijfers al gedurende het jaar. Op dit moment zijn die sterftecijfers nog laag. Laag, maar, boven de gemiddelde laag. Een van de grootste problemen op dit moment is natuurlijk het feit dat het een enorme impact weer begint te krijgen op de ziekenhuissector. Ik vroeg wat het mortaliteitscijfer is. Dus het percentage van mensen die het krijgen. Ja, laag, wat ik net zei. Ja, maar goed, laag. Ik heb hier niet het cijfer bij de hand. Tuurlijk niet. Nou, ik heb niet bij de hand hier, maar het is laag. Niet bij de hand, nee. Dat is dus precies waar de discussie over zou moeten gaan. Want dat er mensen sterven, dat is niemand betwist dat. Mensen gaan ook dood aan de griep. Mensen gaan dood aan verkeersongevallen. Maar we maken een inschatting op basis van mortaliteit. En als dat veel lager blijft te zijn dan eerst, als het in de range ligt van een normaal griepvirus, dan zijn we dus bezig om disproportionele maatregelen te nemen. Dus het is wel heel, ik vind het wel heel erg schokkend eigenlijk dat u dat niet paraat heeft. Het is 0,2 en een griepvirus ligt bij 0,16. Dus in die orde van grootte, daar hebben we het over. Ja, de heer Baudet ontkent dus het enorme impact die dit heeft op onze samenleving. Bijvoorbeeld, wat ik net zeg, je ziet het toch gewoon nu gebeuren. Vindt de heer Baudet het dan goed dat planbare operaties dadelijk moeten worden uitgesteld in de ziekenhuizen? Dat als het op deze manier doorgaat, wij een exponentiële groei zullen zien van het aantal mensen wat op de intensive care ligt. Wat gevolgen heeft voor andere mensen die behandeld moeten worden. Met als risico dat we niet anders kunnen met elkaar dan zwaardere maatregelen nemen dan we hebben genomen. Dat slot. De heer Baudet kan dat toch niet goedkeuren? Dus ik begrijp dat werkelijk. Ik heb zijn betoog gehoord. Nog één zin voor. Ik heb zijn betoog gehoord. Maar ik ben het daar werkelijk mee oneens, dat mag, hè, in het respectvolle debat wat we hier met elkaar voeren. Ik meen dat het ontwrichtende effect van het virus op de samenleving niet onderschat kan worden. En dat laat zich nu heel sterk zien in de ziekenhuisopnames, nog los van de enorme impact die dit heeft op kwetsbare groepen in de samenleving. Tot slot. Ja, nou, ik bestrijd dus de besmettingen van de PCR-test, want die zijn zeer onbetrouwbaar. Als het gaat om intensive care opnames, het klopt dat corona is een SARS-virus en dat werkt in op je longen en dat heeft dus een ander ziekteverloop dan een gewone griep. En dus moeten mensen aan beademingsapparatuur in sommige gevallen. En dus moet je daarop sturen. Dus je moet zorgen dat je daar voldoende capaciteit hebt. En dat als mensen dat willen, dat je ze bepaalde beschermingen aanbiedt. Maar je kunt toch niet volhouden dat met een griepvirus of een virus met een mortaliteit van 0,2%, wat in de orde van grootte ligt van een gewoon griepvirus, maar iets venijniger, dat het dan gerechtvaardigd is om deze maatregelen te nemen voor de samenleving, voor 17,5 miljoen mensen. Dat is toch totaal disproportioneel. Ja, dit is volgens mij de kern van de situatie waar we in zitten. Een minister-president die A niet weet en ook ontkent wat het betekent, dat het een IFR van 0,23 eigenlijk betekent dat het meevalt. En gewoon doorgaat met een trein die doordendert met maatregelen, maatregelen, maatregelen. En Baudet die het eigenlijk feilloos uitlegde. Ja. Dat is een lang fragment, maar wel belangrijk. Hè? Heel belangrijk. John Nides heeft die 0,23 uitgesplitst voor de hele populatie. Dat is een wetenschapper die bij de WHO heeft gepubliceerd. Ja, een van de meest gerespecteerde van deze hele wereld. Maar hij heeft ook uitgesplitst dat het voor mensen onder de 70 nog veel lager ligt. Hè, op de 0,05. Onder de griep, zeg maar, ligt de mortaliteit. En dat zijn de feiten waarmee we te dealen hebben. Dat het hier een virus betreft wat voor mensen onder de 70 milder is dan de griep. En voor mensen boven de 70 is het inderdaad heftiger. Maar dat zijn de feiten. En daar, die weet onze minister-president weet ze niet. Nee. Ik vind dat opmerkelijk. Hij zegt ook gewoon dingen die zijn, in dit fragment zegt hij ook dingen die zijn gewoon tegenstrijdig. Hij zegt, ja, op zich is het mild. Maar we zijn duizenden mensen overleden. We zitten boven de sterfte. Maar vervolgens zegt hij weer, het mortaliteitscijfer is laag. Ja, het is of laag, dan hebben we geen oversterfte. Of misschien hebben we minimaal. Of het is niet laag, dan hebben we die duizenden doden waar hij het over heeft.
Nou ja, de feiten zijn gewoon, het is laag. Hè? Johnny Ioannidis heeft het aangetoond. In Nederland, nou, daar kijken we een beetje naar oversterfte. Hebben we een beetje plus, een beetje min. Nou, dat zal, daar weet jij alles van, hè? Die Excel-koning. Daar komen we ook niet op enorme aantallen. En voor mij was het proportionaliteitsprincipe, zeg maar, dat was eigenlijk de trigger voor mij om hierover aan de slag te gaan en onderzoeken te doen en te lezen en zo. Ja, dat is, wat hij zegt is volkomen terecht. De proportionaliteit is helemaal weg. En, ik verwacht dat jij nu ingrijpt. Hè? Ja, ik wil wel, maar ik wil... Dat komt door de maatregelen, toch? Maar eerst wil ik gewoon zeggen dat dus Baudet er verdomde goed uitziet. Hè, op dit shot. En dat baardje, dat vind ik ook goed. Dat, ja. Ik vind het ook slecht dat hij dat wegdoet. Dus dat moeten we sowieso even vaststellen, denk ik. Maar ja, kijk, het is natuurlijk heel prettig dat wij een premier hebben... die op zulke momenten gewoon heel erg stoïcijns... En ook heel toch vriendelijk, denk ik. Weg kan komen met de echt nogal essentiële dingen die weten. Stel je voor, dit debat was gegaan over een begrotingstekort. Hè, waar we een begrotingstekort van 12 miljard zouden hebben. Maar je weet het niet. En dat dan iemand vraagt, maar dat begrotingstekort, dat heb ik even niet paraat. Plek, heb ik niet dat getal, heb ik niet paraat. Weet ik niet. Yeah. Ergens tussen 2 en 86 miljard waarschijnlijk. Iets, maar niet heel hoog. Niet heel hoog. We hebben niet heel hoog opgeschreven. Nee. Hier kan het wel. Dat is een, ja, alsof het iets triviaals is. Het is een kwaliteit van onze minister-president. Zo moet je het zien. Ja. Het is echt heel fijn dat we zo'n flexibele... Ja, om triviale feiten te kunnen wegzetten als onbeduidend en onbetekenend. Ja, maar jij lacht er nu om. Ja, dat is zeker. Bedoel, het is een kwaliteit, hè? Want ook dit... Ja, maar het is de bedoeling dat we lachen vanavond. Daarom gaan we ook verder met ons quiz. Volgende, we hebben nog een leuke quizvraag. Oké, komt-ie. Ik heb nog een vraag van meneer en mevrouw Hofstra uit Assen. Die vraagt, kun je ook aan de ogen zien of iemand gebruikt heeft? Nou, vooral die pupillen kun je, echt die doppen kun je goed zien. En wat bijzonder is bij spier is dat het gladde spierweefsel zich vaak gaat verkrampen. Waardoor vooral in de kaken zie je dat ze eigenlijk de hele tijd een beetje hun kaken aan het loskouwen zijn. En dat ziet er altijd heel erg bijzonder uit. Dus dat echt net als een heel grote bal kauwgom in de mond hebben. Helemaal. Ja, en de quizvraag is: gebruikt Hugo de Jonge cocaïne? Nou, natuurlijk niet. Belachelijk. Schandelijk dat überhaupt niet verklappen, niet verklappen, maar. Ja, maar goed. A dus, cocaïne. Gebruikt Hugo de Jonge speed? Nou, lijkt me ook niet. Of C, koffie? Nou ja, wat is het antwoord? Ja, ik denk natuurlijk dat het antwoord is gezonde verstand. Ja. Hè? Dat lijkt me dat duidelijk. Ik denk je moet kiezen cocaïne, speed of koffie. Wat denk jij? Is het gezond? Lastig, hè? Nou, ik denk dan koffie, want hij gebruikt duidelijk zijn gezonde verstand niet. Ja. En maar er wordt heel veel over gespeculeerd. Hè? Want het is ook wel heftig, hè? Die oogopslag van hem. Hè? Dat knauwen, dat is toch al maanden aan het rondzingen. Dat hij misschien toch... Nou ja, ik zal het niet meteen zo hard stellen, maar dat er iets aan de hand is. Hè, waar ook in deze video deze mee mensen gespeculeerd staan wordt. Die werken natuurlijk wel dag in dag uit, volgens mij. Dus ik kan me voorstellen dat ze zo nu dat dan... Dat het wel nodig is om cocaïne te gebruiken. Ja, blijkbaar zeg maar, is het daar niet ongebruikelijk. Dat is wel wat ik wel heb gehoord, dat er politici zijn die... Ja, nou, geef eens wat meer, want jij hebt bronnen in Den Haag die jou, geloof ik, wat informatie hebben gegeven. Hè? Nou ja, dat is een soort van publiek geheim, denk ik, dat daar volgens mij in het rioolwater en dergelijke veel sporen van cocaïne zijn getroffen. Dus ja... Onder het Binnenhof. De riool van het Binnenhof of de riool van Den Haag? Wij hebben het dat moeten de hooligans zijn die met pannetjes en pollepels daar rondlopen, toch? Ja, de tuig. Geen andere keuze, dat lijkt me duidelijk. Nee, natuurlijk. Ik bedoel, het is een superlach clipje. En ik denk dat het te makkelijk is om de jongeren af te sferen op ja of nee aan de coke of niet. Hey, laten we vanuit gaan van niet. Ik kan me heel veel voorstellen bij de grote druk. En volgens mij is het gebruik onder artsen van cocaïne of een arts in een opleiding ook gigantisch hoog. Ik denk wel dat mensen naar hoort iets... er een beetje bij. Nee, maar ik denk dat het waardoor het komt is omdat mensen natuurlijk zo ontzettend niet meer kunnen leven met de aperte onzin die deze meneer elke dag over ons uitstort.
dat je bijna zoekt naar een stok om mee te slaan. En dit is een stok om mee te slaan. Dus misschien niet fair, niet oké, okay, niet eerlijk, maar wel verdomde grappig. Ja, dat is inderdaad heel grappig. En we gaan door met de meest bizarre lijst van 2020. De nummer 3. Er circuleren verhalen waarin gezegd wordt die PCR-test is niet goed. Althans, die toont niet per se aan dat je besmettelijk bent. Ja, precies. En dat klopt ook, want de PCR die toont aan of jij het virus RNA bij je hebt. Dat is letterlijk wat de PCR doet. En of dat virus RNA in een virusdeeltje zit wat nog intact is en ook besmettelijk is... Of dat het gewoon restjes RNA zijn die je nog een tijd lang nadat iemand geïnfecteerd is geweest kunt aantonen. Dat onderscheid zie je niet. Je kunt een beetje gevoel krijgen door te kijken hoeveel is het. Maar dat verschil is niet zo goed te maken. Dat betekent, die test is prima om te zeggen je hebt het gehad. Maar die test is minder geschikt om te zeggen van je hebt op dit moment ben je nog besmettelijk. Die PCR-test heb je het over nu, hè? De PCR. Ja. Dus het kan zijn dat ik COVID krijg, doe ik een PCR-test, blijk ik het te hebben. Maar als ik diezelfde test 3 maanden nog een keer doe, 3 maanden later of korter, dat weet ik niet precies, dat moet je zomaar zeggen, dan kan dat virus nog steeds in mijn lijf zitten, terwijl het helemaal niet meer actief is en ook niet meer besmettelijk ben. Dat klopt. Ja, iets wat wij al maanden roepen in onze WhatsApp-groep, wat... Marion Koopmans hier terloops even meldt, alsof bevestigd, het ja, eigenlijk heel logisch is, maar wat eigenlijk het, al maanden geleden geroepen had moeten worden als hele beleid verlossend woord van jongens, onderuit. Het bewijst niet dat je besmettelijk bent. Het kan net zo goed van maanden geleden zijn. Hè? Ja. Waar zijn we mee bezig, hè? Ik zoek weer naar de grappige engel. Oh, ja. Nee, het is verdrietig. Ja. Maar ik. Er zijn 2 dingen inderdaad. Volgens mij, het is essentieel dat dit gezegd wordt. En het is gaaf dat eindelijk iemand dat kennelijk dan toch onder druk, waarschijnlijk onder druk van de retraction paper, kunnen straks andere mensen slimmere dingen over zeggen. Denkt van ja, ik moet hier waarschijnlijk aan plein publiek toch ook wel dat bevestigen. Ik vind het ook heel grappig dat een Thijs van den Brink, Thijs van den Brink, ja. Dat hij hier soort van kritisch, maar eigenlijk niet zo op doorvraagt. En hij zegt, maar Marion, wat betekent dat dan? En hoe verhoudt zich dat tot wat we de afgelopen maanden hebben gedaan? Ja. Onze regering, ons hele land. Die vraag komt niet. En dat vind ik heel grappig. Ja, het is echt lachwekkend. Ja, het is echt grappig, hè? Ontzettend om lachen, zeg maar. Ja, ik lach als een boer met kiespijn. Ja. Het is echt onbegrijpelijk dat je met z'n allen aan het testen bent... met een test die niet betrouwbaar is en niet valide is. Maar we blijven wel mee testen. Ja, maar Stefan, we weten ook zo weinig van het virus, toch? Kijk, dat vind ik toch fijn dat je die er nog even inbrengt. Ja. En daarom is het goed om het zekere voor het onzekere te nemen. Ja. En je moet ook beseffen, natuurlijk... Kijk, de mensen thuis begrijpen dat niet. Nee. Positieve PCR-test. Kijk, dat is jargon, hè? Ja. Dus als je gewoon zegt besmet of besmettelijk, gewoon helder. Dat is wel niet waar. Ja. Klopt ook niet. Maar het is wel duidelijk. Maar het is wel duidelijk. Ja, dat mensen snappen dat. Ja. Dus zo moet je het een beetje zien. En dat is ook de voordelen van zo'n staatsman die dat kan besluiten. Ja, zo duidelijk is ook Vecht Grapperhaus geweest. Hè? Want als je gaat trouwen, hè, dan moet je vooral afstand houden, toch? Ja, dat is gevaarlijk. Ja. Als je nu in deze omstandigheden... een huisfeest houdt waar gewoon iedereen het kan raden dat het niet mogelijk is om die 1,5 meter aan te houden, dan ben je een stel aso's. Zeg het gewoon keihard, ben je echt een stel aso's. En dan vind ik, als je dan toch een feestje geeft, een beestje geeft, dan ben je wat mij betreft een aso. Echt een stel aso. Slimmer chillen. Aso's. Zeg het gewoon keihard. Echt een stel aso's. Aso's. Echt een stel aso's. Echt een stel aso's. Zo slimmer chillen. De conclusie zou ook kunnen zijn dat die 1,5 meter niet te handhaven is. En dat het dus een onhoudbare maatregel is. Yeah. Yes. Voor,
Applausje voor Tisha Boy Jay, die toch dit jaar echt gekleurd heeft. Hè? Wat heeft die jongen ons veel gegeven, hè? Die Limbo. Ik ben ook een Limburger. Echt waar? Ja. Ik kom uit Geleen. Hij komt volgens mij uit Midden-Limburg of zo. Maar... Jij kwam daar in je auto achter met iemand dat je uit hetzelfde dorp kwam. Ja, met Wim Hof. Ja. Ja. Hij is ook van een tweeling, een eigen tweeling. En wij waren allebei als nakomertje. Het was niet voorspeld dat we überhaupt geboren gingen worden. Ja. Daar komt toch kwaliteit vandaan, een beetje katholiek. Tisha Boy is ook duidelijk katholiek, zie je ook zo, denk ik. Nee, maar hij spot on, leuk, humor, snelheid en legt de vinger wel op de... Zere plek. Op de zere plek natuurlijk. Met humor, dat is echt... Humor is belangrijk, hè? Super. Ja. Het is te serieus allemaal, hè? Goed dat je het zegt. Nee, maar serieus. Ik heb het zelf ook. Ja. Ik ben eigenlijk goed lachs van nature. En ik ben thuis ook niet altijd de bron van lol en grappigheid nu deze laatste maanden. Ja, nee, ik ben de laatste tijd ook vreselijk serieus. Maar ja... Er valt zo weinig te lachen. Ja, het is wel tragisch ook allemaal. Ja. Het is verdomme niet normaal toch wat er allemaal gaande is. Nee. Hè? Ik bedoel, als je het vergezicht van 2021, daar hebben we nog niet over gehad, in ogenschouw neemt, dan ga je helemaal gruwelen. Hè? Ja. Ja, is zo. Is zo. Het is echt niet grappig. En waarschijnlijk is de enige manier om ermee om te gaan, is het ook wel... Ja, soms zit het absurde trekken. Ja, precies. Wat sommige cabaretiers heel goed doen. Ja. Blijven genieten, ook lol hebben. Maar wel met je lol misschien ook proberen te keren. Ja, en we gaan kijken naar iets lolligs. Want we zitten nu in de tweede golf. Maar er komt natuurlijk een derde golf, een vierde golf, een vijfde golf. En we hebben een leuk fragmentje. En dat is de quiz inderdaad. De derde vraag in de quiz. Ja, Van Dissels is knettergek. Ja. Echt knettergek, hè? Volgens mij is hij op missie om heel Nederland uit te roeien. Ja, lekker. Hè? Lekker. Die kapitein Iglo. Ja. Die kleine dikke kabouter. Ja. Ik hoop dat hij zelf corona krijgt. Ja, dat was te. Merk je? Nu wens je hem dood, Nu wens je hem dood. Maar dit is wel die felheid waar ik het over had. Heel goed. Heel goed. Volgende. Meneer Van Amstel. Is het ergste coronagevaar nu geweken? Of niet? Dat zou heel goed kunnen. Nee, ik leg het net uit. Kom op. Ergste. Nee, ik voorspel hem. Tweede golf. Yes, blijf komen. Ja. En een derde golf. Heel goed, ja. En een vierde golf. En een vijfde golf. Ja, dit is hem. Ja, en wat voorspelt deze hobbyviroloog? Komt er nog een zesde golf? Komt er nog een tsunami? Of we gaan allemaal kapot? We gaan allemaal kapot! Yes! Ja, lekker! Deze is klaar voor op één vanavond! Van op één, naar Jinek! Ja, dat was een heel leuk fragment van Clickbait. We gaan allemaal kapot. Maar het zit niet ver van de waarheid af, hè? Ja. Nou, daar wil ik nog wel even over. Kijk, weet je moet toch realiseren, hier wordt er een draak mee gestoken. Maar je moet toch... Kijk, App is op zich nog maar 26 keer op NPO geweest. App Osterhaus hebben we erover, hè? De gevierde... Dus, dat valt op zich best mee. En App is ook heel gematigd in zijn alarmisme. Zijn alarmisme kan hij heel goed inkleuren. Verschillende insteken. Dus ik weet niet of ik het... Ja, of en hij had ook gelijk met de Mexicaanse griep. Ja, dus toen ook. Dat krediet dus, ook geven, hè? Klopt. Ja, dus... Deze man heeft wat opgebouwd, de status. Die krediet heeft hij wel. Daar moet ik nog even over nadenken. Ja, hij heeft wel iets opgebouwd, jazeker. Ja. Dat... Maar wat laten we in het midden? 5,5 miljoen met een 10% belang of zo. Ja, maar dat laten we in het midden. Virologen hebben het vaak bij het rechte eind. Hè? Hebben vaak veel geld. Historisch gezien, hè? Heb je nog meer voorbeelden? Ja, ik ben benieuwd. We hadden wel Nigel Ferguson. We hadden natuurlijk, hij zat een klein beetje naast. Ja. Maar het eerste model, Factor 100 of 200. Factor 200. Kan allemaal natuurlijk. Ik bedoel, het is het eerste model wat je maakt. Dus we weten nog zoveel niet. Nee. En het is details. Altijd, die details moest je nog even aan werken. Uitwerken, ja. En het is natuurlijk altijd exponentieel. Als je bij een financieel bedrijf zou werken, zou je volgens mij meteen ontslagen zijn. Hmm. Alleen bij, maar daar werken ze gelukkig niet. Nee, in dit geval is dat binnen de marge, toch? Ja. Factor 100 ernaast. Je weet gewoon heel veel van het virus niet. Dus je moet daar ook gewoon rekening mee houden. Weet ook zo weinig. Ja, we weten zo weinig. Gelukkig hebben we stip aan de horizon. Het is tijd om te schaken. Inderdaad. Jij was aan de beurt, toch? Want ik had dit gezet. En ik had een zet gedaan die helemaal niet kon. Maar ik heb dat gewoon gedaan. Omdat dat gewoon... Omdat het kan. Omdat het kan. Dat is wel mogelijk. Deze pion aanvallen. Oh, jij zet een paard in. Ik zet zo een paard in. Ja. Ik ga gewoon eens lekker iets met de koning doen, want de koning is heel belangrijk, hè? Niet normaal maken wat niet normaal is, toch? Ja, dat is de beroemde 5 mei, 4 mei toespraak. Ja.
Daar waren we nog even hoopvol over, hè, eigenlijk. Ja, ja. Er was even het geluid dat we dachten, hey, zou hij hiermee zijn persoonlijke smaakje geven tegen het, de instructies in misschien? Ja. Wel zegt hij dit gewoon, omdat hij pal gaat staan voor wat hij vindt dat de grens is. Ja, ja, niet dus, helaas. En uiteindelijk heeft hij zijn handtekening gezet onder de noodwet, hè? De spoedwet. Ja, spoedwet. Ja. Ook daar moet ik hevig zoeken naar de grappige noot. Dit is mij bijna onmogelijk. Maar ik kan er in ieder geval bij lachen. En dan heeft het geen inhoud. Maar dan lachen we erom. We gaan gewoon lekker door met de nummer 2. Het wordt echt spannend. De nummer 2 van de meest bizarre momenten van 2020. En we hebben ongetwijfeld veel meer bizarre momenten. Maar we moesten een keuze maken. En dit is de nummer 2. Nou, wat Ernst ook al gezegd heeft, we moeten veel meer gaan samenwerken. We hebben nu gezien ons kraptemodel. En eigenlijk moeten we proberen dat flexibeler te gaan inzetten. En ik denk dat, nou, dat hebben we nu al, denk ik, al hele mooie stappen gezet. Maar we moeten echt de hele capaciteit in Nederland, want Nederland is eigenlijk een ontzettend klein landje. En daar moeten we eigenlijk efficiënt mee omgaan. En, je zegt niet de capaciteit moet drastisch vergroot worden, bijvoorbeeld op de IC. Nee, want er is niks zo erg dat als wij straks IC-bedden hebben en allerlei personeel opgeleid en er zijn geen patiënten, dan verveel je dood, dat hou je niet lang vol. Nu hebben we prachtig werk, dat hebben we in heel Nederland mogen laten zien. We hebben ook echt heel mooi werk, maar het is alleen maar mooi in ons geval als er patiënten liggen, niet als we niks te doen hebben. Nee. Ja, logisch eigenlijk toch? Niks aan toe te voegen. En niet beginnen over hoe deze meneer uit zijn woorden komt, want dat is niet ter zake. Het gaat puur over het vervelen. Kritiekloos heeft hij dit kunnen zeggen, toch? Dat is grappig, hè? Is ook vervelend. Als je je verveelt, is ook vervelend. Daar hou je ook niet vol. Ja, het is natuurlijk niet zo dat wij een probleem hebben. We hebben natuurlijk ook geen capaciteitsprobleem in Nederland. Nee, dat speelt niet. Nee. Samen houden we het best vol zo'n lockdown. Dus als zij, zolang de IC-verpleegkundigen zich niet vervelen. Nee, dat is belangrijk. Ja, dat is het belangrijk. Ja. Toch? En het mooie is ook dat we nu heel veel solidariteit voelen in het land. Ja. Hè? Ja. Dat we het zo samen doen. Samen doen we het. Samen op afstand, wel op anderhalve meter. Dan. Nou, dat vind ik ook fijn. Je ziet ook in die discussie opzet, wordt dat ook gerespecteerd, die anderhalve meter. En, de camera, belangrijk. De camera vertekent hier natuurlijk ook de anderhalve meter. Zeker. Dat is, geen zorg. Ja, maar dit fragment laat toch zien dat alle logica weg is. Ja. Het ging ooit in het begin in maart om de IC's. Hè? Ja. Dat was de R-waarde. Dat is nu een besmettingsdingetje. Ze hebben de parameters veranderd. Ja. Net zozeer als dat ik net de spelregels heb veranderd met het schaakspel. Maar dat moet kunnen. En nou heb je maandenlang de tijd gehad om die IC's op orde te brengen. Op te schalen. En dan zegt zo'n man gewoon met droge ogen, wij willen ons niet vervelen. Dus mensen vinden dat kennelijk heel normaal wat hij zegt. Ik vraag me dan werkelijk af, ben ik in de war? Ja. Help me. Nou, ja. Begrijp ik het gewoon niet? Ben ik niet slim genoeg of zo? Ik denk dat wij met z'n allen niet slim genoeg zijn. Ze zijn van 47.000 bedden naar 39.000 bedden gegaan. Van 2009 tot 2018. En ik snap dat dan niet. Ja, we hebben natuurlijk. De instituties zeggen, we hebben een kraptemodel. Dat is nu de koers waarop we gaan. Een kraptemodel. En dat wij dan zeggen van, maar als het er iets uitbreekt als een epidemie, en je kunt met het kraptemodel niet uit, zou je dan niet iets doen aan het kraptemodel? Dan zeggen ze gewoon, we hebben gekozen voor dit kraptemodel. Dus, daar houden we ons aan vast, dan gaan jullie met maar in lockdown. Met een reizende bevolking. Het is een klein landje. Het is een voorbeeld, een saillant en pregnant voorbeeld van echt vrij grote waanzin die het hele jaar doorspeelt. En dat kan je op dit voorbeeld laten gelden. Je kan het overal inzien. Cijfers zijn waar tot ze, of irrelevant, of waar tot ze niet waar zijn. Het RIVM verandert per week van signaalwaarden, van bronnen, van kleurtjes. Alles verschiet. Het maakt totaal niks uit. Elke vorm van rationaliteit is weg. En dat is inderdaad het lastigste en het grappigste eraan. Het maakt de mensen kennelijk niet uit. En misschien moet je de mensen niet eens kwalijk nemen. Want ik denk dat daar best wel een rol ligt voor de media. Het maakt de media niet uit. Er is niemand van de gevestigde orde
Die daar kritische vragen over stelt. Of zo kritisch dat er antwoorden over moeten komen. En dat is best wel grappig. Ik kan me nog best wel voorstellen dat je zegt, we kunnen nu niet. Hè, er was altijd, dat, het verhaal is altijd, we hebben geen verpleegkundigen voor de IC. Dat heb je niet van vandaag of morgen opgeleid. Nou, daar kan je wat van vinden. We hebben samengewerkt met Duitsland en dat ging allemaal prima in de eerste golf. Vervolgens komt er, nou die man is hier geweest, er komt er iemand met een COVID-schip. Die kan druk, die gaan. Ja, ja, die kan druk van de zorg wegnemen. En dat je dan niet met z'n allen zegt, en dan ga je niet met z'n allen juichen. Die halen we binnen. Oplossing. We gaan de Polonaise lopen. Nou ja, wat je dan, wat druk je dan van leest overal van, ja, maar er is geen personeel. Maar dat personeel heeft dat ook. Dat was er wel. Uh-huh. Ja, gekwalificeerd, hè? Daarom. Ja, dan, alleen dan, moet de Engelse taal dan machtig zijn, maar het lijkt mij dat er wel coördinatoren of artsen zijn die dat kunnen begeleiden. Ja, nou ja, en wat we hebben gezegd, aantallen die zeg maar zijn teruggeschaald in onder 10 jaar Rutte. Ja, daar krijgen we nu de rekening van gepresenteerd. En vervolgens zegt hij nog doodleuk, ja, dat komt omdat Nederlanders niet zich aan de maatregelen houden. En daarom hebben we nu een zorgcapaciteitsprobleem. Ja, ja, het draait gewoon compleet het verhaal om. Ja, dan voel ik mij dus als gewoon burger niet serieus genomen. En ik denk niemand hier aan tafel. Als je een oplossing aandraagt, ja, dan grijpen die met beide handen aan. En ga je niet zeggen, ja, dat komt doordat jullie niet aan de maatregelen houden. Nou, nee, hebben wij een probleem. Net zoals dat je de medicijnen HCQ of Ivermectine, dat je die niet serieus wilt onderzoeken. Want je vindt dat het vaccin de oplossing is. Zo, het is een... Ja, gaat mij pet te boven. Nee, dus, geen dingen zeggen die tegen de WHO guidelines ingaan. Ja. Daar wordt mijn video eraf getrokken. Ja, precies. Oké, dan laten we maar gaan kijken. Ja, ja, ja. Ik zit nu op het randje te balanceren, ja, okay, want ze kijken mee. Hè? Ja, 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 precies. We gaan naar de finale. De nummer 1 van vanavond. Het meest bizarre moment van 2020. En natuurlijk, dat zal het ongetwijfeld niet zijn voor iedereen. Maar we moesten een keuze maken en we hebben unaniem voor dit fragment gekozen. Hè? Het meest bizarre moment van 2020. Het enige wat wij hoeven te doen is even zo'n prikkie halen. En, ja, en dan een beetje nuffig zitten zeggen van, nou, ik moet nog maar eens even zien of ik het eigenlijk wel wil. Ja, ja, dat kan natuurlijk niet. Ja, ik hoor mensen zeggen, van, ja, ik weet niet precies wat erin zit. Ik weet niet precies wat erin zit. En dan denk ik, joh, je hebt je hele leven frikandellen gegeten. En je weet niet precies wat erin zit. Hier is echt uit en na, is hier getoetst. Ja, hier is echt uiterna getoetst. Uiterna. In 1 jaar hebben ze een haastvaccin gemaakt. Daar zijn ook helemaal geen bijwerkingen. Ja, ze hebben de dierproeven even overgeslagen. De dierproeven hebben ze even overgeslagen, ja, maar gelukkig is wel op mensen getest. Want de dieren gingen allemaal dood, dus dan kan je beter overslaan. Ja. Ja. Maar welke afslag heeft deze man gemist? Hè? Ik ken in mijn omgeving voornamelijk mensen die bezig zijn met het milieu, met yoga, mensen die bewust leven. Ja, jij moet alweer lachen. Maar een heleboel van de vrienden. Ken jij van, er weer voornamelijk? Hè? Ja, de vrienden van mijn vrouw zijn allemaal hipsters, die zijn allemaal veganisten. Ja. Ze gaan allemaal eten halen bij de Ecoplaza voor te veel geld. Maar ik bedoel, we leven in een hele bewuste samenleving. Ja. En dat is volgens mij iets heel fijns, dat we allemaal een beetje nadenken over dingen. En dan praat deze man over een vaccin alsof je een frikadel moet eten, terwijl de helft van Nederland eet geen frikadellen meer. Ja, maar het is vooral het dédain van alsof de bevolking inderdaad, we zagen dat ook al eerder, ook met die Pieter Klok, hè, dat hij zei van, mensen begrijpen het niet of zo, of die mogen, dat is ook zoals hij dat zo zegt, van ja, dit is alsof die stel kleuters toespreekt. Dat is denk ik wat er veel gebeurt. Dat is wat mij telkens opvalt. Dat is zo bizar. Waarom is dit het fragment van het jaar? Want het is een vrij vers fragment, ja, maar wat vat dit samen? Ja, het zit hier zit er alles in dat hij vanaf dag 1, Hugo de Jonge vanaf dag 1 zegt, het vaccin is de enige oplossing. Vervolgens zie je in de samenleving gewoon mensen die denken, ja, waarom is het een vaccin de enige oplossing? En laten we daar eens naar kijken. En je krijgt een soort... Ja, die noemt hij nuffig. Nuffig. Hij noemt de men en wordt gelabeld als antivax. Nou, mijn kinderen zijn gevaccineerd, maar hier denk ik heel erg goed over na. Waarom? Omdat ik daarvan heb gehoord dat het helemaal A, niet nodig is met de IFR en de risico's die je loopt. B, het is in 9 maanden in elkaar gezet. Dat is nog nooit gedaan. C, er is op zo'n kleine schaal studie gedaan dat we helemaal niet zo goed kunnen weten wat het gaat doen. En je gaat een hele grote groep mensen wil je ermee vaccineren. Het is niet alleen de nanoparticles niet vergeten. Ja, er zitten allemaal experimentele karakter ervan. Ja, daarom, en dat de wetten voor genetische manipulatie daarvoor zijn aan. Ja, precies. En dat is wat ik niet goed begrijp. Waarom je wetten maakt
om die dan vervolgens weer aan de kant te schuiven als ze hier niet meer zo goed uitkomen. En dat is natuurlijk wel wat er vaker is gebeurd. Dat is heel opmerkelijk. Ja, de laatste fiasco was met de Mexicaanse griep. Omdat dat hele griep weg was toen het vaccin kwam. Daar waren ze dus te laat. Ja. En B, de mensen die nog wel gevaccineerd zijn, daar hebben kinderen ernstige narcolepsie van gekregen. En dus zijn mensen nu gevoelig voor dit soort snel op de markt gebrachte vaccins. Ja. En de manier waarop hij dan dat wegpoetst... Als nuffig, prachtig, dat is het woord van 2020, misschien wel nuffig. Het woord van 2020, nuffig. Ja, ik had dat nog nooit gehoord, maar ja. Vervolgens zegt hij, je eet je leven lang frikandellen en weet je ook niet wat erin zit. Nou, ik kan een doos Mora frikandellen pakken en kan ik gewoon lezen wat erop zit. Ja. En daarnaast heb ik 47 jaar ervaring, ervaring met het eten van frikandellen. Dus er is een track record dat je niet meteen een bijwerking krijgt. Ja. Hè? Ja. En het gaat ook niet direct je bloedbaan in. Hè? Dus al mocht die frikandel niet helemaal goed zijn, of zo op de een of andere manier, omdat de houdbaarheidsdatum is verstreken, dan kun je heb je na een dagje krampen en veel wc-bezoekjes, heb je die frikandel wel weg, zeg maar, uit je lichaam. En je lever filtert het, et cetera. Ik wil er natuurlijk heel graag wel iets aan toevoegen, want jullie geven hele inhoudelijk. En dat is inhoudelijk is alleen maar lastig. Weet je? Ik vind ook je verstand gebruiken bij dit soort dingen moet je ook niet doen. Nee, je moet vertrouwen op het instituut. Op zijn minst. Hè? En jij begrijpt Hugo ook wel een beetje, nou, toch? Ik vind we moeten constateren dat Hugo gewoon een verdomd goede grap maakt hier. Gewoon super lachen. Ja, dat is waar. Ja, dat is echt hartstikke leuk, want hij doet een hele grappige, leuke, makkelijke vergelijking. Ja. En, dus echt en die jongen moest er ook om lachen. Ja, het werkt. Ik kan niet zeggen, dat is gewoon bewezen getest. Kom binnen. N is 1, maar geweldig. Dus dat heeft hij. Ja, het is gewoon super grappig. Wat ook heel erg prettig is om te zien dat Hugo hier afstemt. Hè? Hij heeft natuurlijk zijn ervaring als docent. Kan erg goed omgaan met jongere mensen, je ziet het ook. Ja. Dus jongen is over. En dit is natuurlijk precies ook wat Hugo heel goed kan. Ook afstemmen met de burger. Want ook de burger is natuurlijk in zijn ogen niet... in staat om zelf iets te bedenken. Nee. Die moet je met een grappig vergelijk moet je met wegzetten. Met een kwinkslag. Ja. En dus ja, dat vind ik eigenlijk best wel positief. Dat hij dat zo weet te doen. Ja. Ja, dat moet je wel zien. Ik vind dat, hij neemt ons eigenlijk aan het handje. Zo moet je het zien, dat is fijn. Het zijn complexe zaken. En Hugo maakt het simpel. Ja. Wil je een frikandel eten of niet? Hey, 2021 staat voor de deur en we gaan een beetje afronden. We hebben nog één fragment waar we naar gaan kijken. Een vergezicht van 2021 wat onlangs te zien was bij het programma Bo. Het kabinet is nu echt groots aan het inzetten op dat echt grootschalige testen. En dat gaat dan stap voor stap. De jongen zei het, in januari willen ze dus beginnen met... iedereen in één gemeente te testen. Dat doen ze nu bijvoorbeeld in Liverpool. Dan wordt iedereen opgeroepen. Dan kan iedereen getest worden, mensen met en zonder klachten. En dan haal je toch een heleboel extra mensen die toch het virus al bij zich dragen, maar die dat nog niet weten. Is dan het idee, die haal je er al uit. Die zorg je dat die het virus niet verder gaan verspreiden. Daar gaan ze dus mee beginnen. Nou, als dat dan goed gaat, zo begrijp ik, dan willen ze dat in februari... uitbreiden eigenlijk naar een hele regio. Dus dan gaan ze een hele regio, zeg Twente... Kijken of je dus allemaal mensen er dus uit kunt filteren die normaal niet zouden komen. Ja, die dus eerder in quarantaine gaan, die ook eerder hun contacten weer op kunnen geven, die dan eventueel weer eerder in quarantaine kunnen gaan in andere regio's. Dus gewoon om meer zicht te houden op de verspreiding van het virus. En als dat goed gaat, dat februari, dan is zelfs wat er dan nu in het kabinet, wat ik begrijp, een stip op de horizon wordt genoemd, is dat we vanaf maart, dus als het allemaal goed werkt en de testcapaciteit blijft ook voldoende op orde, dat het kabinet erop in wil zetten om vanaf maart iedereen in heel Nederland één keer per maand te laten testen. Ja, stip op de horizon. Ja, we kunnen ons allemaal testen. Dat is toch goed nieuws, hè? Top. Kan je echt niet wachten. Ik word daar niet nuffig van. Nee, het is heel goed nieuws. En dan moet je mij beseffen dat natuurlijk Marieke van der Zilver de slimste mens is, hè? Ook. Is ja, niet dat meisje iemand die dit vertelde. Ik kende haar niet, maar de slimste mens. De slimste mens. Ja, dat zegt toch wel iets over. Dat geeft denk ik wel iets aan. Het moet een goed idee zijn dan. Ja, dat uiteraard. Ja, dat is zo'n fijn vooruitzicht dat ik 12 keer per maand, per jaar daar... Mag testen. Mag testen, kosten van de staat, want het mag wat kosten.
Ja. Dan voel je je toch heel veilig. Ja, prettig. Ja. Ja, ik vind het prettig. En de slimste mens. En Bo, dat is de mooiste mens. Ja. 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 En dan 2021 gaat dit brengen. Ja. Fantastisch. Ja. Jongens, dit wordt echt een fantastisch nieuwjaar. Hè? Ja. Ik zie ernaar uit. We kunnen niet, kan niet wachten. Ja. Hey, dat potje schaken, dat wordt helemaal niks. Nee, dat laten we zitten. Jij staat wel op. Ik sta wel voor. Maar ja, we weten dat met Joe Biden en Trump ook alle kanten kan. Alle kanten op. Dus ik ga ervan uit dat ik sowieso gewonnen had. Maar we gaan afronden. En ik wil jullie ontzettend bedanken dat jullie hier waren. Maar ook dat we het afgelopen jaar zoveel vriendschap hebben kunnen vinden. Op zijn minst dan in die WhatsApp-context, maar ook nu. Ik heb heel veel aan jullie gehad en ik hoop dat jullie ook iets aan mij hebben gehad. Ja, en dan Leon en Arie. En Leon en Arie, die ook in deze groep zitten. Dank, heren. Ik wil jullie danken dat jullie natuurlijk hebben gekeken. Dat jullie dit kanaal steunen. Subscribe jezelf. Abonneer, doneer. Het mag allemaal. Maar het belangrijkste is, laten we proberen om positief te zijn. En met heel veel liefde het nieuwe jaar in te gaan. Jij krijgt een fantastisch mooi kindje. Weet je al of het een jongetje of een meisje is? Ja, een meisje. Het wordt een meisje? Ja. Geweldig. Laten we daarop toosten. Op het nieuwe leven. Op de liefde. Op de hoop. Op de verbinding die er moet zijn. Stefan, wij doen dat zo meteen. Ik wens jullie een heel fijn jaar. Ik wens jullie heel veel steun. Uiteindelijk zal het goede gaan overwinnen. Dat is 100% zeker. Het zal misschien een lange strijd worden, maar het goede gaat winnen. Dus blijf hoopvol. Vind je kracht in heel veel liefde. En ik wens jullie een heel goed en gelukkig nieuwjaar.